mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en ik heb vandaag weer voor jullie een leuke Rollercoaster Tycoon 3 op de planning staan. Ook al heb ik geen planning, maar ik heb hem toch wel op de planning staan. Ja, natuurlijk. Nee, maar even serieus mensen, we zijn weer terug in de moeilijkste carrière die ik tot nu toe ooit heb gedaan in deze serie. Het is echt serieus een hele moeilijke carrière. We zijn nog voor mij 4 of 3 afleveringen in dit park bezig en ik heb nog maar 1 vinkje gehaald. Dat is zeer bijzonder kut. Maar oké, ik zat er net al aan te denken om deze achtbaan toch te gaan verwijderen. Want zie, we hebben heel weinig geld in deze carrière. Ik zal trouwens weer even de snelheid wat omhoog krikken, zodat we iets meer wat geld, of iets sneller wat geld in het laadje kunnen krijgen. Maar, wat ik dus even wil zeggen, ik denk eraan, of ik zit erover na te denken, ja dat is correct Nederlands, ik zit erover na te denken om deze houten achtbaan te gaan verwijderen. En waarom? Omdat ik dan weer iets meer geld krijg en omdat ik dan een achtbaan kan gebouwen die toch wel een minimale spanning van 6,5 heeft. Want ik dacht van, ja, dit is... Oh, kut, dat was mijn webcam. Ik tikte hem een beetje aan, sorry. Nee, maar dit is dus een achtbaan. Ik dacht, er zit een looping in en dan kan de spanning misschien wel wat omhoog gaan. Maar helaas is dat dus niet zo. Deze zit nog steeds onder de spanning van 6,5 en dat betekent dus dat we nog geen vinkje daarbij hebben. En daarom zit ik eraan te denken om deze achtbaan te gaan verwijderen en dan gewoon een gevaarlijkere achtbaan neer te zetten. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ja, het is toch mijn serie. Ik ga lekker zelf doen wat ik wil. Nee, maar ik ga hem toch verwijderen. Het is misschien zonde en ja, het was ook zonde van het geld. Ik weet ook niet hoeveel ik ervoor terugkrijg, maar het is niet anders. We gaan hem verwijderen. We hebben de 6.000 euro plus minus voor teruggekregen. We hebben dus nu 8.000 euro om te besteden aan een nieuwe achtbaan, een engere achtbaan, een achtbaan waar misschien wel een spanning van 6,5 te krijgen is. En anders, ja, dan heb ik niks. Het is gewoon heel erg beroerd. Zie, deze achtbaan, als je ziet hoe duur... Deze ziet er heel erg spannend uit. Holy shit, man. Deze is ook in mijn budget... En is goedkoper dan wat ik net had voor die houten achtbaan. Maar ik weet nog niet of... Wacht. Kijk. Oh, hier kun je zien. Opwinding, intensiteit. En ja, ik weet nog niet welke ik moet hebben. Want zie, moeten ze dan alle 3 en 6,5 hebben. Want dan kan ik wel heel lang gaan zoeken volgens mij. Maar deze heeft dus een 7,2. Ik weet... de spanning. Wat is nou de minimale spanning van 6,5? Er staat, als je dan naar die achtbaan gaat... Ik zal er weer even naar terug gaan. Welke had ik net? Of we pakken gewoon even willekeurig een achtbaan waarvan ik denk van... Ja, die is misschien wel eng. Kijk deze. Die is behoorlijk duur, heel erg duur zelfs. Nee, maar kijk, als je hier gaat staan, staat er hier een beoordeling. Opwinding is 6,6 en hier een intensiteit is 5 en een daarbij menselijkheid is een 2. En dus ik weet nog niet of ik dit nou... Wacht, heb ik... Wacht, even tussendoor. Heb ik geen monteur meer? Wacht, ik heb monteur, ik moet meer monteuren. Ze nemen allemaal ontslag in mijn park, vuile huften zou dat zijn. Jeetje man. Nee, maar ik ga dus even kijken naar welke achtbaan ik wil bouwen. Ik ga denk wel weer voor een kant te klaren. Dat is wel zo makkelijk. Dan hoef ik niet weer zo'n hele achtbaan te bouwen. En kijk wat hier nog tussen zit. Ik moet gewoon even iets hebben wat een 6,5 heeft. En voor mij is die ene achtbaan die ik net helemaal aan het begin had gekozen. Dat was die ene die vet hoog ging en die voor mij terughang. Dat was deze die... kijk. Door Lim gelanceerde achtbaan. En ik vraag mij niet waar Lim voor staat. Daar heb ik geen flauw idee. Maar ik denk dat ik deze achtbaan ga bouwen. Hij is niet te duur, hij is binnen mijn budget. En als we nou even kijken hoe die ook alweer precies komt te staan. Hij moet hier zo komen te staan voor mij. Nu zit hij één. Hij moet hier zo. Kijk, zo. Wacht, misschien als ik hem nou even zo een slag draai. Zou dit nou zo gaan passen? Wacht, oeh, misschien gaat het ook nog serieus passen. Nee, er staat een andere achtbaan in de weg. Shit man, dan misschien zo. Nee, ook niet. Fuck, dan... Nee, dit wordt hem niet. Oké, ik moet hem toch deze manier hebben. Hoe gaan we hem dan hebben? Zo, en dan hier omhoog. En dan hier omhoog. Ja. Kijk eens aan. Kijk eens aan. We kunnen hem hier neerzetten. Gaan we dat doen? Gaan wij hem hier neerzetten? Ja, wij gaan hem hier neerzetten. 6.800 euro. Heeft hij een span... Wat? Waarom heeft hij nou nog geen spanning van minimaal 6,5? Mensen, wat doe ik verkeerd? Ik bouw een fucking nieuwe achtbaan. En die fucking nieuwe achtbaan heeft geen spanning van 6,5. Wat doe ik verkeerd? Ik weet het niet. Wat doe ik verkeerd? Ik weet het niet. Wat doe ik verkeerd? Mensen, leg me het alsjeblieft uit. Ik wil gewoon zo graag een achtbaan hebben van een spanning van 6,5. Kom op zeg. Oh kut, daar stond iemand, sorry. Nee, die moeten we niet hebben. Nee. Niet lava lounge weghalen. Die moeten we hebben. Ja, ik moet even dit goed hebben. Zo, kut. Nee, zo. En dan... Ja, kijk, sorry. Dat ging even verkeerd. Dan zo. Ja, kijk, oké. Okay. Maar even serieus, mensen. Hoe kan dit? Waarom heeft deze achtbaan geen spanning van 6,5? Wat doe ik verkeerd?
Even serieus, wat doe ik nou verkeerd dan? Ik weet het niet. Ik denk dat ik het goed doe en dan is het weer niet goed. Het is gewoon niet goed wat ik doe. Het klopt niet. Ik doe hem wel even open in de hoop dat er misschien dan wel een spanning van 6,5 komt te staan. Nee! Waarom is die spanning zo moeilijk te bereiken? Waarom? Kom op jongens, dit is gewoon zwaar kut. Ik zou hem trouwens wel even 3 euro maken. Moeten wel geld verdienen, weet je. Even serieus. Kan iemand mij uitleggen hoe ik een spanning van 6,5 kan krijgen in de Rollercoaster Tycoon 3? Want het wil gewoon niet. Het wil niet. Kijk, het staat hier. Wat staat hier? Beoordeling. Hier, beoordeling. 6,2 voor opwinding. 7,28 voor intensiteit. En een misselijkheid van 4,34. Dat is nog niet... Ja, ik weet nog niet of het gemiddelde daarvan... Oh mijn god, hij ziet het... Dit is trouwens wel een hele epische achtbaan. Holy shit. Ik zie het nu pas hoe die gaat. Er wordt echt vies het gelanceerde. Oh my damn. Hier moet ik zo meteen even in. Serieus, maar... Huh? Wat? De spanning moet een 6,5 hebben. Dat heeft hij niet. Ik begrijp het niet, mensen. Leg me het alsjeblieft uit in de reacties. Jullie zijn mijn enige redding. Of misschien Google. Google is ook altijd een hele goede redding. Google weet ook heel veel. Google weet bijna alles zelfs. Google is gewoon heel slim in bepaalde dingen. Maar soms ook helemaal niet slim in bepaalde dingen. En je moet ook nooit trouwens alles geloven wat op Google te vinden is. Dat is iets wat ik mezelf... Zo. Dat was even onwachts. Nee, maar Google, dat is, Google spreekt niet altijd de waarheid. Zelfs met Wikipedia. Wikipedia is niet altijd de beste informatieding dat je kan vinden op internet. Nou, er zijn wel websites die veel meer in bepaalde dingen zijn gespecialiseerd. Maar dat is helemaal terzijde. Dat maakt ook helemaal geen ene ruk uit. Ik zal even de kleuren aanpassen van dat bordje. Want die is nu zwart en dat vind ik niet mooi. Ik zal hem even wat bruin maken, zodat hij wat meer bij dat pad past, weet je. Kijk eens aan. Moet je zien hoe mooi dat eruit ziet? Ja, heel mooi, dacht ik ook. Nou, wacht. Dan loopt hij... Waarom staan die mensen beneden? Wat doen zij hier? Ze staan er echt... Wat? Ze staan hier gewoon... Die gaan hier helemaal hauzen op het plaatje, jongen. Moet je zien dan hoe ze gaan. Ze zitten hier te kussen, jongen, om het leven. Holy shit. Ze zijn de hele tijd verliefd. Oh mijn god, dat zou trouwens... Heb je een kut leven als je op een bepaald vak staat ergens in een pretpark. En dat je dan gewoon de hele tijd gaat kussen. Ik weet niet of dat het eerste zal doen wat ik dan zou... Of ik weet niet of dat het eerste is wat ik dan zou gaan doen als ik op een... Echt in the middle of... in the middle of nowhere ben met een meisje. Dan ga je toch niet de hele tijd kussen, kom op zeg. Ja, althans, ik zou dat niet doen. Ik zou dat echt niet doen. Ik zou niet de hele tijd... Ze stonden hier gewoon ook echt... Het is fucking 2 meter lopen. Of misschien 4, ik weet niet hoeveel meter. Maar het is in ieder geval niet veel meters. Dan ben je al het fucking pad. Maar nee, die mensen die zien het niet. Die zijn stekenblind. Die gaan alleen maar met elkaar zoenen. Logisch. Eigenlijk niet, helemaal niet logisch. Ik vind het, dit is gewoon totaal niet logisch, weet je. Waarom zou je dat doen? Nou ja, wat maakt niet uit. Ik zal nu trouwens even kijken naar de gezondheid van deze beesten. Ik weet dat ik vorige aflevering in een bepaald menu was gekomen. Alleen, ik weet niet meer welk menu het was. Want diegene die dat had gereageerd, die zei van... Ja, je zet het goed op menu, Melvin. Alleen dan moet je daar op een pijltje klikken en dan kan je kijken bij de dieren. Maar ik weet dus niet waar ik dat... Oh, wacht. Nee, dit is hem niet. Oké. Het was ergens... Het had iets met een pijltje te maken... die status, bevoegingsfavoriet, nee, gezondheid, zit er geen gezondheid tussen, nee, dan hebben we deze hier nog. Dan hebben we hier de status gedachten, nee, dat moet ook niet hebben. Wacht, waar kan ik nou de dieren bekijken? Ik heb nu 5 menu's openstaan en geen 1 is goed. Huh, wacht, ik zit even... er was dus ergens een menu waarin jij de gezondheid kon zien van bepaalde dieren. Want die gezondheid van deze dieren, dat moet 95% zijn voordat je ze vrij kan laten. En hoe ik die dieren nou 95% ga krijgen, is ook weer een hele moeilijke opgave. Werkt het al? Nee, zie, het werkt nog niet. En ik weet nog steeds niet in welk menu dat ik dat dan kan vinden. Waar is schaduw? De blauwe beer in het huis. Oh nee, dat sloeg helemaal nergens op, Melvin. Lekker dan, nee. Nu zit ik dus heel moeilijk te doen. Ik zit ook heel moeilijk te kijken. Het is ook heel moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk. Waar moet ik dit nou... Want ik moet dit ergens vinden. Nu zit ik dus in de menu's. Dat is nou niet het leukste om naar te kijken. Maar wat is dit trouwens? Waarom staan er 2 logotjes? Oh mijn god, opeens een hele grafiek. Nou ja, dikke YOLO. Waar kan ik dat minuutje vinden? Minuutje vinden. Minuutje, waar ben jij? Minuutje, waar zit je? Even serieus, waar zit dat menu? Ik weet niet. Waar zit dat menu?
Ik heb nu alle menus openstaan van het hele fucking spel. Waar het mogelijk is dat het kan gaan staan. En het staat er gewoon niet. Het staat er gewoon niet. En wat hebben we hier allemaal? Is dit hem? Nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Wat hebben we hier dan? Gemiddelde zonverbranding. Hebben we dat ook? Gemiddelde dorst. Oh mijn god, ze hebben een heleboel dorst. Holy shit, man. Of is dat juist goed dat ze... wat? Ik weet ook niet hoe ik dat moet aflezen. Nou, oké, wow. Wow. Prullenbakken. Het is weer een heel vies park. Ik zie het nu pas. Holy shit, man. Ik moet serieus echt veel meer van die prullenbakken plaatsen. Moet je zien hoe vies het hier is. Het is nog niet normaal. Even kijken waar de prullenbak zijn. Prullenbak. Ja, kom maar, prullenbak. Ja, prullenbak, oké. Prullenbakken, dat zijn echt dingen die je moet niet vergeten in de fucking rollercoaster Tycoon 3. Want moet je zien hoe fucking grote tyfusband dat hier weer is. Jeetje, man. Ze gooien ook gewoon echt alles op de grond, hè. Het zijn ook gewoon een stel onbeschoft eigenlijk die in het park komen. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, zijn ze wel heel erg onbeschoft. Ja, oké, het is ook een fout van het pretpark als er geen prullenbakken staan. Maar ook dat je dan gewoon alles op de grond gaat gooien. Niet dat je van, oh wacht, misschien zat er ergens aan het in het pretpark wel een prullenbak. Laat ik het nou even ergens veilig houden, zodat ik hier niet op de grond hoef te gooien. Dat ik het dan ergens anders even in een prullenbak kan deponeren. Doen ze niet, ze zijn hartstikke dom. Maar mensen, om toch nog even iets leuks in deze aflevering te krijgen, wil ik wel even in deze achtbaan gaan. Want ja, we hebben hem niet voor niks gebouwd. Ik zet mijn stoel vast op de achtbaanstand. Whoopsiekee. En oh, oh shit, wow. Oh, ik zit in een hoofd. Holy shit, wow. Wow, oh nee, ik kan niet zo snel. Nu, ik zit er helemaal in de Walibi-sfeer. Wow, shit. Jeetje, maar dit is wel... Hoe kan dit nou niet intens zijn? Mensen? Wacht, mijn mobiel viel. Zit er een barst op? Nee, mooi zo. Dat mijn mobiel viel. Nee, maar hoe kan dit nou niet intens zijn? Holy fucking reetneuk, tieten. Hoe is dit nou niet intens? Waarom is dat niet of spanning? Ik vind het wel heel spannend, hoor, die achtbaan. Maar nee, de mensen van Rollercoaster Tycoon die denken van laten we even een hele moeilijke carrière mode maken waarin Melvin en niemand anders het heel makkelijk kan halen. Waarin je heel weinig geld hebt en waarin je gewoon goed moet denken. En ja, het is vakantie, dus ik kan niet goed denken. Dus ik denk dat ik alles verkeerd heb gedaan tot nu toe, als je erover nadenkt. Een fucking achtbaan met geen spanning van 6,5 en gewoon dieren die niet een gezondheid hebben van 95. Het gaat gewoon niet goed. Ik beloof jullie dat ik de volgende aflevering trouwens ga uitvogelen hoe ik deze dieren even op een gezondheid van 95% kan krijgen. En ik beloof ook jullie dat ik dat juiste menu kan vinden waarin ik kan zien wat voor gezondheid die beesten hebben. En ja, dan ga ik ook nog proberen om de volgende aflevering een achtbaan te krijgen van een gespanning van 6,5. Dat is denk ik wel een hele opgave op zich. Ik denk dat het ook heel moeilijk gaat worden. Het wordt gewoon een zware klootopdracht. Maar ja, het moet. Het zit gewoon in het spel. We kunnen er niks aan veranderen. Ik heb tenminste wel wat kamelen geplaatst. Ik weet niet hoe het met hun gezondheid staat. Zullen we even kijken hoe het met hun gezondheid is. Waar zijn die kamelen? Kamelen. Oh, daar zit er een. Zie hem zitten. Kameeltje. Kom dan. Fucking kut kameel. Hier. Ja, nu komen we er. Nee, fuck ja. Hij komt eruit. Hoe zit het met deze kamelen? Hoe staat het? Kijk. Zij hebben een gezondheid van 9,5 voor mij. Wacht, zullen we eens kijken als we ze kunnen vrijlaten? Zie, wij kunnen die dieren kunnen vrijlaten. Nou, dat is toch wel een kleine opluchting, want dat betekent dat wij die volgende, dat wij die kamelen dan misschien wel heel makkelijk kunnen gaan halen. Oké, ik zal even kijken hoe het met deze dieren staat, want ik weet nog niet wat ik precies hier moet gaan doen. Ze willen, meer een moerassen, lekker Melvin, moerassen willen ze en langzaam stroomt de rivieren en zo en... Nou, ik weet nog niet hoe ik hier nou de gezondheid omhoog van krijgen. Zie, ze zitten nog mooi rond de 90% als ik het zo op het oog moet schatten en... Het moet 95% worden. En hoe gaan we dat doen? Ik zou het niet weten. Misschien moet het verblijf wat groter worden. We laten het verblijf eens iets groter proberen te maken. Dat is een optie. Dan doen we het even... sowieso eentje daarheen. En misschien nog even eentje naar achteren. Kijk eens aan. Misschien dat de beesten nu iets vrolijker geworden. Zoals kijken naar de gezondheid. Nou, de gezondheid gaat misschien iets omhoog. Het ziet er niet heel veel uit. Het is voor mij helemaal niks. Maar oké. Het is wel waard. Want dan hebben die dieren toch iets een groot... een iets groter verblijf. Misschien moeten er wat meer dieren komen, maar nee, ik ga het nu niet opfucken. Nee.
Ik ga de volgende aflevering heel erg goed voorbereid in, zodat ik precies weet welke achtbaan ik moet bouwen en precies weet hoe ik die dieren een gezondheid van 95% kan geven. Want dan heb ik misschien over 2 afleveringen toch even die beginner gehaald. Ik moet en zal het echt even heel snel gaan halen voor jullie. Maar mensen, ik denk dat ik hier ook maar de aflevering ga beëindigen. Heb je genoten van deze aflevering? Het is wel een hele moeilijke carrière hoor. Dan vind ik een duimpje omhoog vind ik dus extra belangrijk. Belangrijk? Dat is helemaal niet belangrijk. Een duimpje omhoog vind ik dan extra motiverend om echt hier echt heel erg mijn best voor te gaan doen. Ook al doe ik dat al en het loont gewoon niet. Dus ik ga dan extra beter mijn best doen. Dus het is 3 keer extra best. Goed. Ik weet niet wat ik zei. Dus doe een duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter. Beneden. Dan kom ik straks misschien met een tip. Misschien hoe jij weet hoe ik een spanning van 6,5 kan genereren. En hoe ik deze prachtige beesten misschien dan toch even gezond kan krijgen. Maar ik ga het zelf wel even uitzoeken. Denk ik allemaal uitvogelen. Ook al ben ik geen vogel. Ik weet niet waarom dat zo wordt gezegd. Maar oké, dat maakt niet uit. Abonneren kan je ook altijd beneden. En dan heb ik gewoon nog maar één ding te zeggen, weet je. En dat is... doei mensen!